De Agro-ICT en Made in Suriname-beurs is gisteren afgesloten. De organisatie blikt terug op een geslaagd evenement de afgelopen vier dagen. De Kamer van Koophandel en Fabrieken, KKF, hoopt dat de economie weer op gang kan komen als er meer lokaal geproduceerd en verkocht wordt. Volgens Howard Facilda, voorzitter van de Stichting Business Support Organisation Suriname BUSOS, een werkarm van de KKF. Kijk de organisatie terug op een goed georganiseerde en druk bezochte beurs. Dus de 2017 beurs, Meeting Sunam Agro ICT beurs, is dus een 3-in-1 beurs geweest. Uh, we hebben een voorbereiding gehad, vanaf uh, januari we hebben we gehad. Uh, de staf uh, onder leiding van Janissa, die hier naast me staat, uh, met haar medewerkers, ongeveer 3 tot 5 mensen, hebben een schouders onder het werk gezet. Om de bedrijven die in Suriname uh, mee willen doen aan zo'n beurs, om die aan te trekken. Um, of ik hiervoor direct door mag gaan. Uh, het is een heel goede geweest um, met de precaire situatie. Hebben we hebben gemerkt dat uh, vorig jaar er 136 bedrijven totaal mee hebben gedaan. En dit jaar hebben we 149 bedrijven gehad. We hebben meer gehad dan vorig jaar. En ik denk waar aan het licht kan liggen. Is dat um, juist omdat we een, een precaire situatie hebben, mensen willen aantonen dat ze nog bestaan en dat ze hun waarde willen, willen bewijzen, wat ze allemaal in Suriname doen. En dat uh, we weg van de importproducten moeten gaan, dat we meer met de Surinaamse producten moeten gaan werken en de Surinaamse producten meer moeten gaan waarderen. Facilde geeft verder aan dat de duur van de beurs teruggebracht is van vijf naar vier dagen om de kosten te drukken. De KKF zal met de deelnemende bedrijven evalueren door middel van een teach-out hoe zij de vierdaagse beurs hebben ervaren. De organisatie was wel verrast met het grote aantal bezoekers, zegt Facilda. Ik ben verrast ook dit jaar. Vorig jaar hadden we vijf dagen beurs, hadden we ongeveer 12.000 bezoekers. Dit jaar hadden we 11.000 bezoekers. We hebben, we hebben meer gehad in vier dagen wat nu voor ons was zijn bedrijven. We hebben ge, om eigenlijk we, we, we mikken op volgend jaar om bedrijven die niet mee hebben gedaan in Suriname met deze beurs. hebben we gevraagd om hun producten um, tentoon te stellen. Daar hadden we hier in deze grote halen, hadden we uh, bedrijven die niet meedoen. hadden we zoveel gedisplayed. Bijvoorbeeld als je achter mij kijkt, zie je de deuren daar staan van bedrijven. Maar ook andere, heel veel andere producten die gedisplayed waren. met hun visitekaartjes en zo. Maar de bedoeling is dat uh, wij ze aantrekken om volgend jaar mee te kunnen doen. En het is uh, goed ingeslagen, want ze hebben heel veel informatie gehad. Ze telefoonnummers van mensen die hebben gevraagd van... waarheen dit bedrijf bereikt en dat soort zaken. Dus dat was een van onze nieuwe, nieuwe zaken die wij we, die, die we bij, bij hebben gehad. Aldus nou, hoard Facilda, voorzitter van de stichting... Business Support Organisation Suriname. Hij sprak over de Agro-ICT en Made in Suriname-beurs... die gisteren is afgesloten.